In 1999 was de film The Blair Witch Project een doorslaand succes. Een van de eerste found footage films. De hype eromheen was ook enorm. Door een geslaagde mediacampagne werd ook gesuggereerd, en in eerste instantie door velen geloofd, dat het allemaal ook echt was. The Blair Witch Project gaat over een groep jonge filmmakers die hebben besloten een documentaire te maken over The Blair Witch. De legende van de Blair Witch vertelt ons over een man in de jaren 40 die door de Blair Witch zou zijn behekst. De Blair Witch wilde wraak nemen op de bewoners van het plaatsje Burkittsville, waar de man ook vandaan kwam, die haar na beschuldiging van hekserij uit het dorp zouden hebben verjaagd. De heks dwong de man om 7 kinderen te vermoorden. Pas dan zou de heks hem met rust laten. Dat deed de man op gruwelijke wijze. In de eerste film The Blair Witch Project gaan de jonge filmmakers op zoek naar de Blair Witch in de bossen rondom Burkittsville. Niet verwachtend dat ze daadwerkelijk geconfronteerd zouden worden met de kwade krachten van de Blair Witch. Natuurlijk bleek dat The Blair Witch Project fictief was, maar de film zelf is zeer effectief. Ik heb de film destijds in de bioscoop mogen ervaren en ik vond het doodeng. Heel beangstigend. We zijn natuurlijk nu momenteel alom gewend aan de found footage films en er is weinig origineels te vinden binnen dat genre. Uitgezonderd een film als Cloverfield en de eerste Paranormal Activity. Het duurde niet erg lang voordat de Blair Witch Project een vervolg kreeg met Blair Witch 2 Book of Shadows. Een film met in eerste instantie een super interessant concept, maar compleet verwoest door eisen van de filmstudio. Die wilde scoren op horror-effecten. Helaas mislukte dit vervolg hierdoor volkomen. Een mooie analyse over Book of Shadows is te vinden op het YouTube-kanaal Good Bad Flicks. Zeker de moeite waard om eens te bekijken. Nu in 2016 is er een nieuw vervolg, simpelweg getiteld Blair Witch. Opnieuw in found footage-stijl. In eerste instantie werd deze film aangekondigd als The Woods. Een van de engste films ooit gemaakt. Een behoorlijke belofte. De film is geregisseerd door Adam Wingard, die ons ook het ijzersterke The Guest bracht. Dat beloofde nog meer. Uiteindelijk bleek de titel niet The Woods te zijn, maar Blair Witch. Dat wekt nog meer nieuwsgierigheid. Wat gaat Adam Wingard ons voorschotelen? Wat voor originele aanpak geeft hij deze nieuwe Blair Witch film? James, de jongere broer van Heather, een van de filmmakers uit de eerste Blair Witch film die spoorloos is verdwenen, is bezeten van het feit dat zijn zus is verdwenen. Hij heeft op YouTube een filmpje gevonden over de Blair Witch waarin hij zijn zus lijkt te herkennen. Hij is vastberaden zijn zus te vinden in de bossen rondom Burkittsville. 3 vrienden besluiten met hem mee te gaan en nadat ze degene hebben gevonden die het betreffende filmpje op YouTube heeft geplaatst, in de hoop dat hij hen naar de betreffende locatie alwaar het filmpje is opgenomen kan brengen, trekken ze de bossen in. Vervolgens krijgen we een soort van herhaling van de eerste Blair Witch film voorgeschoteld. Natuurlijk zijn het andere karakters en is de dynamiek tussen de personages anders, maar het gevoel is over het algemeen hetzelfde. Het is creepy, beangstigend, maar meer omdat het me herinnerde aan de ervaring van de eerste film, niet door de gebeurtenissen in deze film. Ik voelde ook weinig voor de hoofdpersonages en wist al vrij vlug wat het lot van de groep zou zijn. Dan nu een spoiler. In het kader van de recensie moet ik het vermelden voor mijn gevoel. Dus wil je Blair Witch nog eens gaan bekijken, stop met kijken naar deze recensie en bekijk de recensie later. Je bent gewaarschuwd. Wat de eerste Blair Witch zo eng maakte, was dat je wist dat er iets in de bossen spookte. Dat ieder moment kon toeslaan. Maar dat je niet precies wist wat en hoe het eruit zag. Dat maakt de spanning intenser en onheilspellender. In deze nieuwe Blair Witch doorbreken ze dat door de Blair Witch te laten zien. Een domme keuze, volgens mijn bescheiden mening. Het neemt zoveel spanning weg. En waarom? Laat ons in het ongewisse en met een licht gevoel van angst de bioscoop verlaten. Blair Witch valt tegen. Het is meer van hetzelfde en daarmee een naar mijn idee onnodig vervolg. Laat de Blair Witch met rust, zou ik zeggen. Het is zeker niet de engste film aller tijden. Ik geef de Blair Witch 2 sterren. Heb jij Blair Witch gezien? Laat er een reactie voor me achter. En ik zie jullie graag terug
bij de volgende recensie.